President Chandrika Prasad Santokhi van de Republiek Suriname verwacht meer ruimte van IMF om het beleid van de regering effectiever te kunnen uitvoeren. Dit zei het staatshoofd afgelopen zondag tijdens een interview aan journalisten. Nou, laat me eerst antwoord geven op die kritiek die u presenteert. Dat we juist aangegeven hebben dat misschien in de eerste fase van ons regeerbeleid wij niet de zaken konden realiseren. U heeft de tijdlijn gevolgd wat gepresenteerd is in ons beleid, namelijk de eerste 6 maanden crisismanagement. Dan ga je over tot herstelplan. En je verliest inderdaad bijna 2 jaar. Bijna 2 jaar verlies je om uiteindelijk te komen met een IMF-programma om beleid te gaan uitvoeren. En we hebben datgene wat we beloofd hadden uitgevoerd. Niet alles is nog uitgevoerd. Sommige dingen zijn pending. Daar heb ik gezegd, die verworvenheden voor wat betreft herstel van onze economie, verworvenheden voor wat betreft schuldherschikking, verworvenheden wat betreft met ons sociaal programma, verworvenheden met betrekking tot start met landelijk woningbouwprogramma, verworvenheden met betrekking tot het opzetten van productiebedrijven. We hebben net geopend ons laboratorium voor exportcapaciteit. Al onze groenten kon niet geëxporteerd worden naar buitenland, naar Europese landen. Nou, nu is er een laboratorium waar al de groenten van tevoren geïnspecteerd kunnen, getest kunnen worden. En ze kunnen nu geëxporteerd worden. We hebben een trainingscentrum opgezet, Coroni, voor personen die Marcusa willen telen. Een productiefaciliteit is onderweg van India, zodat we alle groenten, alle fruit kunnen maken tot voedsel, kunnen maken tot pulp, om weer te exporteren. Die dingen vinden nu allemaal plaats. Ja, het heeft misschien niet dag op dag 1 of week 1 of maand 1, maar ze worden nu uitgevoerd. Dat is wat men zegt aan kritiek. Dat was misschien terecht bij de start van de regering. Maar nu doen we die inhaalslag om alsnog datgene wat wij moeten realiseren, moeten deliveren, dat te doen. En ik heb ook aangegeven, kijk, de private sector speelt ook mee in het totaalproces van versterking van de economie. En zij investeren nu ook. Gaat u maar naar. Er wordt goedkoop kapitaal nu ter beschikking gesteld. En ik wacht nu op mijn missie die in IMF zit onder leiding van de minister van Financiën en de governor. Dat ik nu wel verwacht dat IMF me meer ruimte gaat geven. Bijvoorbeeld? Zeker voor wat betreft de ruimte die ik niet had. Met betrekking tot het lenen van kapitaal, het zoeken van kapitaal. Dat de staat als garantie kon geven om goedkoop kapitaal aan te trekken. Maar ook namelijk dat ik een strekke budgetcontrole had. Namelijk op mijn budget, de primary balance van 2,7%. Dat is ongeveer 5 miljard wat ik als buffer moest hebben. Boven mijn budget. Dat is een heel zwaar bedrag. En dat vind ik, kan naar beneden. Waarom? Omdat we nu zekerheid hebben. Voor wat betreft onze inkomsten. En als je zeker hebt voor wat betreft je inkomsten, kan je hier flexibeler zijn in jouw window van IMF. En ik verwacht dat we inderdaad vanuit IMF binnenkort, is just a matter of days, bericht gaan krijgen dat er wat ontspanning, wat meer ruimte voor ons ontstaat om ons beleid effectiever te gaan uitvoeren. En dat gaat ook gekoppeld worden met meer financiële steun door de financiële instituten als IDB en de Wereldbank.